En dan zie ik daar al de koplichten van de Jeep, waarin onze 91-jarige veteraan Ray Lord aan zal komen. En wie heeft het vuur bij zich uit Hull? Dan wordt daar al geapplaudisseerd. Het is echt uit Hull afkomstig, niet hier ergens uit de buurt, ook niet uit Bayeux deze keer, maar het is het originele vuur waar het ooit vandaan kwam en naar Bayeux werd gebracht. Welkom, Mr. Ray Lord. Welcome, Mr. Lord. Very good to see you. How are you? I'm fine. Thank you. Very good. Did you have a good trip in the fire? Very good trip. Thank you very much. Yes. Good. You want to present the flame to our mayor? That's the man with the shiny chain. Thank you very much. Thank you. Ray Lord down here, 91 years, still going strong. We're a little early. Yes? It's not late. Okay, good. Hierbij ontsteekt het bevrijdingsvuur 2016. Dames en heren, wilt u alsjeblieft gaan staan voor het Wilhelmus? De heer Geert van Rummen. Zojuist hebben wij hier het traditionele bevrijdingsvuur ontstoken. Het bevrijdingsvuur is het symbool voor leven in vrede en vrijheid. Hier bij het 5 Meiplein in Wageningen brandt dit vuur permanent. Maar dat vrede en vrijheid niet permanent zijn, bewijst de actualiteit. We hoeven de tv maar aan te zetten of de krant maar open te slaan. En we zien dat op veel plekken in de wereld, soms niet eens zo heel ver hier vandaan, vrede en veiligheid helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Vrijheid stopt bij de grens van een ander. Ik heb geleefd in een land waar machthebbers de vrijheidsgrens van een onderdaan overschrijden. Terwijl hier alle
gasten nog staan om het vuur te gaan uitreiken, gaan wij kijken of we daar al aankomen. Een vijftal sportieve fietsers. We beginnen deze keer met fietsers. Dat is namelijk de Lotto NL Jumbo ploeg die het initiatief genomen heeft samen met het V-fonds de Liberation Route om een toertocht door Gelderland een stukje Utrecht te houden waar iedereen aan mee kan doen en een aantal markante punten van de bevrijdingsroute te bezoeken om de gedachten eraan levend te houden. Dit is Robert Geesink. Ik heb er net kennis mee gemaakt. Heel fijn dat je dit doet. Ik denk dat het heel veel mensen laat zien dat de wielersport ook zich verbonden voelt bij de thema's van vrede en vrijheid. Het is een eer om jullie nu deze vlam te geven. Ik weet dat jullie daar morgen echt een hele mooie tocht van maken. En ik verheug me al op de komst morgen met 500 wielrenners hier door deze straat om het vuur weer terug te zien. Hier in Wageningen. Alsjeblieft. Jullie hebben het initiatief genomen om de herinnering aan de bevrijding levend te houden? Ja, maar, ja, ik denk dat het ook voor ons als sporters heel mooi is om hier een kleine rol te kunnen spelen om het vuur misschien aan de volgende generaties inderdaad levend te houden en door te geven hoe belangrijk het is dat we in het vrijland hebben en dat we daar met z'n allen de dames van kunnen doen. Jullie gaan morgen hoeveel kilometer fietsen? 120 geloof ik. En langs de bevrijdingsgroep. Dus. Met hoeveel mensen totaal? Met burgers ook? Ja, het zal een grote groep zijn. Ik hoor ongeveer 500 mensen. Dus het zal een grote groep zijn. Fantastisch. Nou, ik geloof dat jullie onderweg kunnen. Ja? Hartstikke mooi. Applaus aan de heren voor de Lotto en Jumbo. Ik heb geen vraag of u nog zich kunt aanmelden, maar ik denk het vast wel. Ja. Ja, hoor ik daar. En die persoon die weet het vast. Heel bijzonder. Ik wil een beetje wel komen, maar een beetje geen liever op vakantie, moet je wel even bijzeggen. Ja. Dat Sorry. Vannacht om 3:30 levert het vuur weer aan. Met soep en broodjes. En dat was helemaal niet zo mooi. Maar het zegt wel iets over jullie, want jullie zijn doorzetters. Net zoals al die mensen die zeg maar, met kanker geconfronteerd worden. Dat zijn vaak doorzetters die het verdraaid moeilijk soms hebben. En dat jullie daarvoor inspannen is geweldig. Dat jullie ook inspannen dat het bevrijdingsvuur is nog mooier. Want dan combineer je op die prachtige boodschap die je in je stad wil brengen. Ik wens jullie een hele mooie tocht toe. En ik hoop dat jullie jullie eigen inzet om tegen die kanker te strijden ook rijkelijk beloond gaat worden. Oké, dankjewel. En dan volg je jou de komende week. Succes! U denkt misschien wie zijn toch die cameralui, maar dat is de lokale omroep TV Putten. En ik weet niet of ze mee gaan lopen, maar deze groep gaat in ieder geval, ze heten de Samenlopers en ze gaan naar Putten. De Samenlopers naar Putten, een mooie avontuurlijke tocht. Door. Nee, ik hoor het vuur aansteken. Oh, je neemt je nooit. Dat is wel een olie ook. Ja, dat is een olie nou. Wat een vlam. Olie op het vuur. De regens ging hier ook een keer uit de hoek. Nu moet je terug naar hier. Ja, dat mag.
Pennsylvania.
when you're stationed about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Jamalala calling, gotta keep it rolling. Oh, 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 no. There you are. There's gonna be a certain party at the station. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'm not a little bit. Marching home again, hooray, hooray. We'll give him a hearty welcome then, hooray, hooray. All the men will cheer and the boys will shout. The gals dress up and they'll all turn out. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Get ready for the Jubilee. Hooray, hooray. He'll get three cheers from you and me. Hooray, hooray. Uncle Sam will prove he's still the champ. He'll close up shop and break up camp. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. When Johnny comes marching home. When Johnny comes marching home. When Johnny comes marching home.
Oh, y'all get fixed.